Goedemorgen iedereen, welkom. Je kijkt weer naar een nieuwe vlog. Ik heb net gedoucht, heb mijn haar gewassen en heb het net een heel klein beetje droog gefeund. Het is nog een beetje vochtig hierachter, maar dat laat ik nu gewoon natuurlijk verder opdrogen. Goed, ik ga me eventjes opmaken, ik ga me eventjes klaarmaken, want ik ga de deur uit. En ja, jullie weten dat ik op vakantie ben geweest, dat ik best wel een kleurtje heb gepakt op Curaçao. En het is nu ook super lekker weer in Nederland. Dus ja, elke keer als je buiten loopt, weet je wel, dan vang je toch continu zon. En ja, ik heb een beetje pigmentvlekjes op mijn voorhoofd. En ik ben er dus achter gekomen. Als ik hier foundation overheen doe, vallen ze veel meer op. Dan kijken mensen me echt aan en zeggen ze, wat heb je op je voorhoofd? En als ik geen foundation op doe, dan vallen ze eigenlijk een beetje in het niets in real life. Dus geen foundation. Ik heb alleen een dagcreme opgesmeerd net. En dat was deze van Philosophy, de Miracle Worker. En nu ga ik alleen even mijn wenkbrauwen intekenen. Dat is wel belangrijk, want dat tekent je gezicht. En dan ga ik misschien een eyeliner doen en iets op mijn lippen. Dus ik heb een penseeltje van Benefit. Ik heb de Anastasia Medium Brown. Die overigens helemaal kapot is gegaan op Curaçao. Dus ik ben er heel voorzichtig mee. Ik heb hem ook nu altijd in een plastic zakje. In mijn toilet, dus als die dan open gaat, nou, dan ben je echt de lul. Dan is je hele make-up tasje vol met bruin poeder. Ja, ik ga het gewoon eventjes doen. Ik laat mijn camera aanstaan. Dan zien jullie eventjes heel snel hoe ik me ook alweer klaar maak. Ja, dan is dit eigenlijk de look voor vandaag. Zal ik lang haar in doen? Zal ik het zo laten? Lang. Ik ga mijn lange haren halen. Dat zijn mijn lange banen. Deze had Fred laatst gefeund. Dit is heel lang haar en stijl. Super mooi. En die gaan we gewoon even lekker inklikken. Vandaag doe ik Chloe A Love Story op. Dit is wat ik aan heb. Ik heb een grijs colletje aan van Zara. Een hele oude broek van de H&M. Nike's. Mijn rugtasje. Mijn Dolce & Gabbana bril. En I'm ready to go. En ik sta buiten op mijn scooter. Vol in de zon bij de Albert Kuip. Dat zit hier. Mijn vriendinnetje Patricia uit Eindhoven is hier met Jams. En ja, de mensen die me al een tijdje volgen hebben Jams en Patricia wel vaker in mijn vlogs gezien. Zij is mijn hele goede vriendinnetje, maar zij woont in Eindhoven. En zij is hier nu, want een vriendinnetje van haar heeft een winkel geopend. Dus toen ze me belde, ze zegt, Lau, ik ben op Albert Kuip. Ik wil je zien. Was het voor mij natuurlijk een vreugdemomentje. Ik denk, yes, zie ik Jam eindelijk weer. Zie ik Tisha eindelijk weer. We zien elkaar echt veel te weinig. Ja, ik sta hier dus nu in de zon. En ik heb het echt bloed heet. Het is gewoon volop zomer. Dus ik ga mijn scooter even parkeren. En dan ga ik naar Ties. Hallo schat. Oh, je bent aan het motorrijden nu. En daar is Tiesie. Mijn lieve vriendinnetje. Helemaal uit Eindhoven. Hier in Amsterdam. Want een vriendinnetje van haar heeft hier een parfumerie geopend. Dus een soort van de lancering vandaag. Daar is ze geweest. We zijn nu op het Albert Kuip, zoals ik net al zei. Dus we gaan denk ik bij het Marie Heinekenplein lekker even op het terras zitten. Gaan we een hapje eten. En Fred is klaar met werken, dus die joint ons later. En dan gaan we gewoon eventjes Amsterdam onveilig maken vandaag. Leuk! Goed je te zien. Wil je echt motorrijden? Ja. Of gaan we nep? Oké, straks. Ik wil naar je huis. Oh, wil je naar huis? Nee, naar jouw huis. We zitten op het Marie Heinekenplein. We zijn verschoven. We zitten lekker op het terras.
Daar is ons Fredje, maar die is weer aan het bellen. Hallo Fred, kijk eens wie er zijn. Hi. Grote jongen, hoe is het met jou? Ik heb een zaal. Hoe gaat het? Hoe is het met je? Goed. Ja. Nee, Jim. Hoe moet hij? Oh, ik ben nee, nee, één inderdaad. Nee, dat mag je niet doen in de restaurant. Maar dat stond toch weer stom. Mag je thuis doen? Dag vriendin. Dag, hoe gaat het, lieve Skye? In de zin. Gaat goed? Het zon schijnt, dus ik ben helemaal happy de peppy. Heerlijk, hè? Ga lekker zitten, vriend. Ja, nee, ik wil daar. Ik ga doen. Nee, sorry. Daar, dan moet je daar. Ja, klopt. Dan moet je omlopen. Oké, Fred wilt in de schaduw. Dat is het nieuws. Nou, ja, weet je, ik ben gisteren zo ontiegelijk, om even een Fries woord te gebruiken, verbrand. Is ontiegelijk een Fries woord? En de hele dag in de hitte en nu weer gelopen. Nee, ontiegelijk is helemaal geen Fries woord. Ontiegelijk is toch een heel lelijk Fries woord? Nee hoor, nee? Dat gebruiken wij in Eindhoven ook. Oh, in Eindhoven gebruik je... Eindhoven, oh, en Eindhoven. Dat zou wel geen Fries woord zijn. Is dat niet zo? Na een lange dag werken is dit volgens mij het allerlekkerste ever. Tuurlijk. Dit is mijn haar. Dat is alles wat er nog op zit. Ik zie het inderdaad. Kijk hè? Jij hebt gewoon voor je tandjes, doe je hand eens weg. Mis jij gewoon een tandje? Ah, deed het pijn? Nee. We gaan eens even wat eten. Dit is de kaart. Ik denk dat ik voor een voorgerecht ga. Gewoon iets kleins. Caesar salad of carpaccio. Heb jij alleen friet voor mij besteld? En een frikandelletje. Verdien natuurlijk dan kunnen. En ik kon een banaan. Ik heb nog theetje, dus ik ben goed voor je. Wil je nog wat drinken? Wil jij nog iets drinken? Dat wil ik voor je hebben. Maar is de camera, want kijk wat op. Je moet hier. Hier is de camera, daar moet ik kijken. Maar je kijkt al heel snel. Ja. Oh, okay. Je kijkt al heel snel naar je schermpje, naar jezelf. Ja, we zitten nog steeds hier op Marie Heinekenplein. Het is inmiddels hoe laat? Kwart over negen. En we hebben net nog een, wat hebben we besteld? Een vijf kaasstengels, bitterballen, frikandelletjes. En waar heb jij zin in? Je gebit groeit zeg maar door het 21ste levensjaar. Met witte saus en ik heb ook nog... En ik heb frikandelletjes eten. Nou goed, we hebben al gegeten. Ja, en ik heb honger. En Jamie heeft honger. Hallo schat, je mag een wens doen. Er zitten tussen twee dames in. Zijn naam is allemaal wat ga je wensen? Ik ga tegen jullie. Oké, vertel maar. Hoezo heb ik dan zo'n spleetje? Ik heb een spleetje, niet zo erg. Als het spleetje zo gaat en dat mijn voorkant ook nog mee gaat. Sorry, daar heb ik geen 7 puntjes voor genomen. En nou tegen mij? En nou tegen mij? Wel. Ik wil ook horen. Ik vind ogen. Ogen en lippen. Ik hou ogen. Ik kijk gewoon echt naar de kleur. Maar dat is geen wens. Van dat vind ik altijd heel, heel mooi. Mooi. Schrijfje. Ja. Zeg je niks zelf? Doei iedereen. Doei iedereen. Maar niet in de lelijk. Peace out. Mooi maar. Ja. Mieke pleddy. Oké, ik ga voor de kaasstengel. Wat zit er in? Wat zit in de kaasstengel? Kaas. Stengel? Wat zit er in een kaasstengel? Kaas natuurlijk. Voilà. Nou, ik denk het wel hoor. Ik sta in de sunlight of the park. Kijk. Kijk de spotlight. Kijk of die batterij het nog redt. We zijn weer thuis. In Amsterdam. We waren net ook in Amsterdam, maar we zijn weer thuis in Amsterdam-West. En het is zo warm. Patricia en Jam zijn weer lekker naar huis. Die zijn de auto ingestapt richting Eindhoven. En we hadden zoiets van, gaan we nu naar binnen? Het is 11 uur. Maar of gaan we nog even... Een kwartiertje? Wandelen. Het is gewoon windstil en nog steeds warm. Dus allemaal we hadden mensen zoiets in het van, park. Ja, echt allemaal barbecue'tjes en ja. Kaarsjes. En allemaal mensen die aan het chillen zijn op van die dekentjes. Het is eigenlijk een beetje toerist uithangen in eigen land. Dit is zo leuk. Dus we zijn even aan het wandelen in het Rembrandt Park. Ik denk nog even een kwartiertje. Gaan we zo tot aan die brug. Rondje eromheen. Ja. En weer terug. Misschien is het wel leuk om de vlog gewoon nu al af te sluiten. Ja. Jongens. Maar ja, ik heb ook heerlijk gewerkt. Gewoon en uiteindelijk? Altijd weer together. Anders. Ik wilde precies dat zeggen. Uiteindelijk zijn altijd jij en ik weer together. Weer together. Forever. Op de vlog. Ja. Op de vlog. Dus, hey, duimpjes.
abonneersk. Je kent het allemaal wel. En tot later. Tot later. Doei.